gemeente, we hebben vanmiddag drie aandachtspunten. Een beleidende tekst, dus Jesaja 43 vers 21. Een beschamende tekst en een bemoedigende tekst. Dat is wel te goed te onthouden, denk ik. Een beleidende tekst, een beschamende tekst en een bemoedigende tekst. En om nog een beetje te helpen bij de structuur van deze leerdienst, zou je misschien kunnen zeggen. Of tijdreden. Elk punt is onderverdeeld weer in drieën. Eerst vragen we ons af, wat zegt het voor Israël? Dan vragen we ons af, wat zegt het voor de kerk? En dan vragen we ons af, wat zegt het persoonlijk? Dus een beschamende tekst, een beleidende tekst voor Israël, voor de kerk persoonlijk. Een beschamende tekst voor Israël, voor de kerk persoonlijk. En een bemoedigende tekst voor Israël, voor de kerk en persoonlijk. Is dat te onthouden? Is dat te volgen? Een beetje een structuurtje. We hebben samen gezongen op Psalm 147, het tiende vers. Hè. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En zo wilde hij met geen volken handelen. Dat lezen we eigenlijk ook in deze tekst. Hè. Dit volk heb ik mij geformeerd. Het volk van Israël. Niet het volk van de Moabieten. Niet het volk van de Amalekieten. Niet het volk van de Egyptenaren. Waarom dat volk van Israël? Is dat volk van Israël beter? Is het volk van Israël ontvankelijker? Is dat karakter van een Jood wat aangenamer? Of zijn ze slimmer? Of zijn ze sterker en machtiger en groter dan andere volkeren? Nee, de enige reden waarom God zijn volk Israël heeft uitgekozen, is zijn keuze. Is zijn plan. Zijn behagen. We noemen dat welbehagen. Hè? Het behagen om wel te doen. Israël was niet beter, was niet geschikter, was niet geestelijker. Maar God koos voor hen. Zij kozen niet voor God. Maar God koos voor dat volk uit Abraham gesproten. Dat noemen wij verkiezing. Dat is uitverkiezing van het volk van Israël uit alle volkeren van deze aarde. Vanmorgen lazen wij de tien geboden. Dat hoor je elke zondagmorgen. En dat begint met die aanhef. Hè? Ik ben de Heere, uw God, die u uit dat slavenhuis van Egypte hebt uitgeleid. En dan gaat de Heere vertellen wie hij is en hoe hij dat tot uitdrukking brengt in zijn geboden. Maar je zou kunnen zeggen, die wet van God, dat is het verbond dat God sluit met Israël. Je zou kunnen zeggen, dat is het huwelijksverbond dat God sluit met Israël. Ik ben niet een God. Ik ben de God. Nee, ik ben uw God. Hij staat in relatie met Israël. Hij staat in een huwelijksrelatie met Israël. Hij is met Israël getrouwd. Een beeld wat je honderden keren in het Oude Testament aantreft. Zo wilde hij met geen volken handelen. En laat daarom de lof van God ten hemel reizen. En laat al wat adem heeft hem prijzen. Moet je wel realiseren dat als je door God bent uitgekozen, zit ook een keerzijde aan. Is er één volk in de hele geschiedenis wat zo benard is en wat zo gehaat is als het volk van Israël? Wat God uitkiest, wordt in deze wereld verworpen. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als slachtschapen. Dus uitgekozen zijn door God betekent ook lijden. Betekent verdrukking. Ik weet niet of die Psalm 17 hiervoor bedacht was. Hè, maar dan gaat het over vijandsmacht en vreselijk woeden. De psalm die wij voor de dienst hebben gezongen. En we horen deze woorden nu in het verband met die vreselijke aanval. Die terroristische aanval. Die aanslag hè, van Hamas op Israël. Vanuit Gaza. Hoe men zo gemeen gehandeld heeft.
dat is iets wat altijd aan het broeien is. En zou je dan zeggen, is dit het een en al? Is dit datgene wat te verwachten valt? Als je de hele Bijbel erop naleest en ook in het hoofdstuk wat we hebben gelezen, lazen we een uitdrukking. Alle heidenen keren zich eendrachtig, gezamenlijk tegen Israël. Als dat waar is, dan is dit nog maar het begin. Ik ben geen profeet, ik zeg niet dat dat nu gebeurt, maar in de hele wereldgeschiedenis en in de barensweeën van de geschiedenis die steeds intenser worden, moeten we daarop voorbereid zijn en daarop bedacht zijn, hè, dat er een moment zal komen dat alle volkeren zich eenparig keren tegen Israël. Dan heb je ook echt dus een wereldoorlog. Het is toch heel iets anders dan een oorlog die heel ver bij ons vandaan is en die zich afspeelt in het land Kanaan. En waarvan wij denken, nou, Israël is sterk en die zal het wel redden en zo. Nee, de Heer spreekt in zijn woord over dingen die nog intenser en die nog dramatischer zullen zijn. Israël, dit volk Israël, heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. De tweede toepassing was naar de kerk. Hè? Dat mogen we zeggen dat wij bij Israël zijn ingelijfd. Datgene wat God tegen Israël zegt in het Oude Testament, die beloften die krijgen in het Nieuwe Testament een dubbel adres. Paulus noemt dat in Efeze 3, als u het wilt nalezen en in de Bijbel gefundeerd wilt zijn, noemt hij dat een mede-erfgenaam zijn van dezelfde belofte. Dus wij zijn niet in plaats van Israël gekomen. De Heer zegt niet van, nou, Israël heeft in het Oude Testament een functie gehad en dat is nu voorbij en de kerk komt in plaats van Israël. Nee, we worden bij dat oude volk van God ingelijfd en we krijgen dezelfde woorden die worden tegen ons gericht. Geldt aan onze kant natuurlijk ook dat wij dan deel hebben aan dat lijden. De kerk van God moet er maar op rekenen dat ze in deze wereld niet gerespecteerd wordt en niet geëerbiedigd wordt en dat iedereen vol waardering staat te kijken dat je een belijder bent van de Heer Jezus Christus. Jezus zegt het zelf, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En waarom haten ze mij? Nou, ik pas niet in deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. Ik ben een vreemdeling in deze wereld. Het is een extreme vreemdelingenhaat die zich keert tegen Jezus. En als jij van Jezus bent, als jij dat lichaam van Jezus bent, dan kun je erop rekenen dat diezelfde haat die zich tegen Jezus keert, dat hij zich ook tegen dat hele lichaam van Jezus keert. Oud Testament is in het bijzonder het volk van Israël. Nieuw Testament is het volk van Israël, inclusief de gemeente die in Israël is ingelijfd. We hebben het wel eens over de leidende kerk. Dan doen we net alsof dat een andere kerk is. Maar het is maar één kerk. Eén wereldwijd lichaam van de Heer Jezus. Dus het is geen andere kerk, maar dat is die ene kerk die moet lijden in de verdrukking. En dan is de vraag, gedenken wij de verdrukten alsof wij zelf verdrukt worden? Gedenken wij die mensen in concentratiekamp in Noord-Korea alsof wij zelf in dat concentratiekamp zitten? Gedenken wij de christenen in China die steeds minder vrijheden krijgen en onder druk staan? Als opa een christen is, dan kan de kleinzoon misschien wel geen baan krijgen. Die sociale controle is daar enorm met de social media en zo. Mag het ons wat kosten? Wat zou je liever hebben? Geen moeite en geen zorgen en geen Jezus? Of een gekruisigde Jezus? Een Jezus die kruis en lijden met zich meebrengt. Als je heerlijkheid in Christus ziet, hè, dan acht je alle dingen, alle gemak en alle wereldse voorspoed, schade en modder en vuilnis om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Is dat zo in jouw hart? Is dat zo in jouw jonge hart? Dat al jouw heimwee en verlangen zich uitstrekt naar Hem,
alleen. Ik zal u al mijn liefde waarde schatten, omdat gij mijn rechterhand wilde vatten. Kun je dan ook van de kerk zeggen, hè? De kerk als gemeente, de kerk als lichaam, dat dat een uitverkoren gemeente is en een uitverkoren lichaam is? Ja, dat kun je inderdaad zeggen. Hè, als Israël dat uitverkoren volk is, dan delen wij als kerk in die uitverkiezing van dat volk van Israël. In de Bijbel lees je allerlei titels voor de gemeente. We worden genoemd kinderen van het koninkrijk. En er wordt van ons gezegd dat wij in die vruchtbare wijnstok, de Heer Jezus Christus, zijn ingelijfd. Of ergens anders staat dat wij tot de hemel toe verhoogd zijn. Wij, zoals we hier vanmiddag zitten, zijn tot de hemel toe verhoogd. Wij staan dus voor de hemelpoort. Zo wilde God met geen volken handelen. Jouw buurman heeft misschien nog nooit van de naam van Jezus gehoord. En jij bent in de naam van Jezus gedoopt. Een teken van Gods verkiezing. Een enorm privilege. Wat moet God nog meer doen aan de gemeente om behouden te worden en gered te worden? En vruchtbaar te zijn en vruchten te dragen in het koninkrijk van God. De kerk is niet zomaar een clubje mensen die het een beetje met elkaar eens zijn en die daarom bij elkaar kruipen en een soort kerk stichten en een voorganger uitkiezen of zo. De kerk is van Jezus Christus. En als jij in die kerk geboren bent of bij die kerk gekomen bent, is dat een buitengewoon wonder. Zoals we zongen, hè? Zo wilde hij met geen jongeren en geen ouderen handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En jij mag in die verbondsgeheimen van God, in dat huwelijksverbond van God, delen. Kun je dan verloren gaan? Nou, als je dat verbond verbreekt, als je ontrouw bent aan dat verbond, als je overspel pleegt, als je de Heer Jezus Christus in de deuropening van jouw hart verdringt en aan de kant duwt, ja, dan ga je verloren. Voel je hoe erg dat is? Als jij tot de hemel toe verhoogd bent en als je dan afvallig wordt, dan word je tot de hel toe neergestoten. Dan val je 100 keer zo diep als een heiden die nog nooit de naam van Jezus heeft gehoord. En weet je wat de Heilige Geest doet? Als de Heilige Geest in ons hart en ons leven werkt, dan laat hij vooral zien dat we dat doen. Dat je zonde is. Je zondigt tegen de wet. Dat is vreselijk. Maar weet je dat de zonde tegen het evangelie 100 keer zo erg is? Dat je op die grote zaligheid geen acht slaat en dat reine bloed van de Heer Jezus onrein acht. En dat je hem laat roepen en hem laat spreken en hem laat getuigen. En je leeft gewoon je eigen leventje. En je bent zelf koning. En je maakt zelf wel eens een beetje uit wat je wel en niet doet. En je wilt hem geen koning laten zijn in je hart en je leven. Voel je dat? Beleef je dat de zonde van ongelovigheid, de zonde van het verwerpen van koning Jezus, de koning over jouw leven, dat jouw zonde bij uitstek is? En dat je daar pijn en smart over hebt? En dat je zo smeekt, o Heere, kom mijn vreselijke ongelovigheid te hulp en vermeerder mij het geloof om u als een kind onvoorwaardelijk te vertrouwen. Wat moet dat voor God zijn, hè? Dat je vraagtekens zet bij zijn woorden. En vraagtekens zet bij zijn huwelijk. En dat je vraagtekens zet bij dat goede van zijn huwelijk. Dat je schouders ophaalt. Dat je het zo langs je af laat glijden. Dan krenk je hem. Dan doe je dan ben je misdadiger op het hoogste. Dan heb je hem op het hoogste misdaan. En van zijn heilspoor afgegaan. Dus we hebben een geweldig privilege.
En daarom ook een enorme verantwoordelijkheid. En ik hoop dat we dat allemaal gevoelen. En dat we het allemaal zo beleven. En dat we maar één passie hebben, hè, om onze roeping en verkiezing ook vast te maken. Leer mij naar uw wil te handelen. En als u de Heilige Geest hebt beloofd en dat de Heilige Geest ons verzekert in dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben. O Heilige Geest, eigen mij die schatten die mij in het evangelie gegeven zijn van harte in mijn leven toe. En hoe gaat dat dan persoonlijk? Persoonlijke verkiezing? Nou, ik denk dat iedereen die zijn persoonlijke verkiezing leert kennen, die weet wel, ik ben helemaal niet zo verkiezenswaardig. Ik ben verwerpelijk. Ik heb de Heer Jezus verworpen. Ik heb op die grote zaligheid geen acht geslagen. En wat wordt de verkiezing van God? Dan een wonder. Het behagen van God om wel te doen. Ondanks jou. Ondanks jouw ongelovigheid. Ondanks dat jij met vele geestelijke hoeren dat verbond van God hebt verbroken. Kun je het toch niet klein krijgen? Wist hij van tevoren hoe ontrouw ik zou zijn? Welk een slet en welke afvoerder ik zou zijn. En heeft hij dan toch zijn hart op mij gezet? Ik herinner mij zo ongeveer 30 jaar geleden. Was er een ouderling in de gemeente van Wouterswoude. Die lag op zijn sterfbed. Die liet zijn kinderen komen. En die liet de dominee komen. Dus mijn persoon in dat geval. En weet je wat hij toen uitjubelde? Ik zie zijn dochter hier zitten. Zijn schoonzoon. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Hij een behagen, om wel te doen. Een behagen, een vreugde, een vermaak, om mij te redden. En mij op te rapen uit de modder en mij te plaatsen naast prinsen en wereldgroten. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Kun je weten dat je uitverkoren bent, heel persoonlijk? Dat kun je weten, ja. Krijg je dan een briefje uit de hemel? Dat denken we wel eens, hè? En dat ik krijg geen briefje uit de hemel, dus je kunt niet weten dat je uitverkoren bent. En we kunnen ook nog heel vroom toedekken, hè? De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar Calvijn die zegt het zo mooi, hij zegt, Christus is de spiegel van de verkiezing. Als je de Heer Jezus Christus leert kennen. Als je in de ogen van de Heer Jezus kijkt, dan kijk je in de ogen van God. En dan zie je milde handen, vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Hij eeuwig zijn oog in liefde op mij geslagen. Als je ergens klein van wordt. Als je ergens van verbreekt, dan is het wel als je in dat geopende, eeuwige, liefde hart van God mag blikken. Hè? Door u alleen. Om het eeuwige behagen, om wel te doen, om goed te doen, om zaligheid uit te delen. Ik vroeg niet naar God, maar hij vroeg naar mij. En hij is het waard te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding tot in aller eeuwen eeuwigheid. Een belijdende tekst. Belijden van Gods verkiezing. We gaan naar het tweede aandachtspunt. Een beschamende tekst. Dit volk heb ik mij geformeerd, voor mij geformeerd, om mijn lof te verkondigen. Dus daarom is Israël apart gezet uit de volkerenwereld. Daarom heeft God met Abraham een nieuw begin gemaakt, opdat zij de glorie van God in deze wereld zouden uitstralen. Dat ze God zouden vertegenwoordigen.
Dat ze de deugden van God zouden prediken. Wat heeft Israël ervan gemaakt? Jesaja, het eerste hoofdstuk. Weet je wat hij daar schrijft? Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Israël deed zonde die je bij andere volkeren niet aantrof. Andere volken die keken wel eens om zich heen en die zagen dan goden bij hun buurvolken. En dan dachten zij, hé, dat zijn mooie goden, die gaan we ook dienen. En die importeerden ze dan en ze dachten, nou, dan worden we nog sterker en nog vruchtbaarder en nog meer welvaart en zo. Weet je wat Israël deed? Die zette zijn eigen God aan de kant en die importeerde vreemde goden. Israël heeft zonden gedaan die je bij andere volkeren niet aantrof. Die hebben nooit hun eigen goden aan de kant geschoven. Maar Israël deed dat. Denk eens aan Agas. Hij had de goden van de volkeren in de tempel nota bene. Haalde de Moloch in huis. Of dus een eigen kind, het broertje van Hiskia. Zal zijn leven gestempeld hebben. En daarom werden ze uiteindelijk in de ballingschap gevoerd. Omdat ze andere goden dienden. De God die hen had uitgekozen, de God die met hen getrouwd was, die hadden ze vaarwel gezegd. En daarom bezocht de Heer hun zonde. En daarom gebruikt hij dat machtige wereldrijk van Babel om hen in de ballingschap te brengen en hen daar te verootmoedigen. En daar gaat dit hoofdstuk eigenlijk over. Nee, Jesaja die van tevoren vertelt dat ze in Babel zullen komen, maar die ook van tevoren vertelt dat ze uit die Babylonische ballingschap bevrijd zullen worden. Hij vergelijkt dat met een schepping. Iets wat, ja, wat uit het niets tevoorschijn wordt geroepen. Hij vergelijkt dat met de verlossing uit Egypte. Hij zegt, die verlossing uit Egypte, dat valt helemaal in het niet vergeleken bij de verlossing en de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En wat je hier ook al ziet, dat Israël een plaats heeft in het wereldgebeuren. En wat er met Israël gebeurt, dat is bepalend voor het wereldgebeuren. Dit volk, Israël, heb ik mij geformeerd. Ze zullen terugkeren. De oude dingen moet je vergeten. Het zal iets nieuws zijn, het zal iets ongehoord zijn. Geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord wat God nu met zijn volk Israël zal doen. Het is nog nooit vertoond. En het denken van die dagen was het natuurlijk zo, dat als je als volk verloor, dan had eigenlijk jouw God verloren. Nou, Israël had verloren. De God van Israël had verloren. Die Marduk van Babel, die was veel sterker dan die God van Israël. En zou die God die overwonnen is, zou die dan in staat zijn om weer overeind te komen en zijn volk de bevrijding en de verlossing te geven? Zo'n machtige heenwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus Christus, nietwaar? De prediking van de terugkeer uit de ballingschap is een prediking van die God die gestorven is. Maar wat meer is, die ook is opgewekt. Die uit de dood zal doen herleven, die sterker is dan de dood. Hoe is het met Israël gegaan naar de ballingschap? Ze hebben zich wel bekeerd van de zonde tegen het eerste gebod. Maar in plaats daarvan hebben zij de zonde tegen het tweede gebod omhelst. Het eerste gebod is een andere God naast de God van Israël. En het tweede gebod, dat is dat je de God van Israël, je eigen God, op je eigen manier gaat dienen. En dat heeft Israël gedaan. Ze hebben niet meer die afgoden in huis gehaald. Maar ze hebben God gemaakt tot een hele wettische God. Die je moet dienen met goede werken en waar je verdiensten van krijgt. En je moet heel precies in al die wegen van God wandelen. Zal God wel blij met je zijn en zal hij wel onder de indruk van je zijn. En dan zal hij wel je genegen zijn. Dat zal wel gewicht in de schaal bij God leggen. Geen genadige God, maar een God die je genadig moet stemmen. Dat was Israël. Na de ballingschap. En toen werd de Heer Jezus geboren. En de Heer Jezus voldeed niet aan die verwachtingen. En die is gekruisigd. Weg met deze. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen.
Dit volk heb ik mij geformeerd, opdat ze mijn lof zouden verkondigen. En ze hebben de lof van God en de glorie van God, de Here der Heerlijkheid, gekruisigd, verduisterd. Hun uiterste best gedaan om de glorie van God te vertreden en te vertrappen. Dat is aangrijpend. Niet beantwoord aan het doel van deze tekst, moet je zeggen. Hoe is het met de kerk? Kerk als wereldwijd lichaam van de Heer Jezus? Nou, er zijn hele mooie momenten in de kerkgeschiedenis aan te wijzen. Denk eens aan de Pinksterdag. Ze hadden genade bij het ganse volk. Weet je nog, toen Ananias en Safira dood waren neergevallen, toen kwam er een vrees op die hele bevolking van Jeruzalem. En de gemeente van God die groeide. Ook al was er vrees en beslag, mensen werden onweerstaanbaar getrokken uit de macht van de boze in dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus. In die vroege kerk, weet je waardoor die christenen opvielen? Als er pest was, dan vloog iedereen uit die besmette streek, maar de christenen die bleven en die hadden zorg voor de mensen die aan de pest leden. Ze hadden echt een brandend hart met gevaar voor hun eigen gezondheid en gevaar van hun eigen leven. Het maakt indruk. Mensen zeiden, moet je eens kijken joh, dat zijn christenen. Kijk eens hoe lief zij elkaar hebben en hoe lief zij hun medemensen hebben. In de geschiedenis zijn er ook tijden geweest van opleving. De Great Awakening in Amerika met uitlopers naar Nederland en Schotland en Engeland heeft geweldige sporen getrokken. Weet je dat de afschaffing van de slavernij daaraan terug te voeren is? Het waren christenen met het geestelijke leven uit die Great Awakening, die zagen het is onbestaanbaar dat de ene mens de andere mens in bezit heeft. Jonathan Edwards, zo'n opwekkingstheoloog in Amerika, die was een van de eerste die in zijn gemeente zwarte en rode mensen lid van de gemeente liet worden en ten avondmaal liet gaan. Dat was ongehoord, die dagen. En dat is misschien wel een soort katalysator geweest, die heeft doorgewerkt dat uiteindelijk de slavernij verboden werd. Nou, dat is de kracht van het christelijke geloof. Dan zou je kunnen zeggen, dit volk heeft God geformeerd en ze verkondigen zo de lof en de glorie van God. Het zendingswerk is daar ook uit voortgekomen. Dus pas in 1792 is de internationale protestantse zending werkelijk doorgebroken, dat andere volken bereikt werden met het evangelie. Maar is dat het enige wat wij kunnen zeggen van de kerk? Als we vandaag kijken naar de kerk in Nederland, als je zomaar een onkerkelijke buurman zou vragen, hé, wat denkt u eigenlijk van de kerk? Dan begint hij al, welke kerk bedoel je eigenlijk? Is het christelijke kerk hier? Is het de hersteldervormde gemeente? Is het de protestantse gemeente? Of de gereformeerde kerk? Of de vrijgemaakte kerk? Of de baptistengemeente? Voel je dat het een aanfluiting is voor de wereld? En een wereldling, die ziet natuurlijk geen verschil eigenlijk tussen protestants en rooms. En die zal zeggen, in de kerk joh, seksueel misbruik, ben je onveilig. Weet u dat uit enquêtes blijkt dat de gemiddelde Nederlander heel weinig vertrouwen heeft in de kerk, in het algemeen? Dat mogen we ons wel aantrekken, toch? En als je eens kijkt waar de Holocaust heeft plaatsgevonden, was in het christelijke Westen. Waar de vrijzinnigheid hoogtij viert, is in ons christelijk Westen. Waar de LHBTI idealen en ideologieën breed om zich heen grijpen, waar de orde van God in de schepping ondermijnd wordt, dat is juist in die wereld waar het christelijk geloof zo heeft gebloeid. Wat moet je dan zeggen? Bederf van het beste is het slechtste. Bederf van het beste verwortelt het slechtste. Het is geen reclame meer voor het christelijke geloof, maar een hinderpaal voor het christelijke geloof.
En onze buren, zullen die aan ons zien en aan ons herkennen dat wij niet voor onszelf leven, maar dat we onbaatzuchtig zijn naar hen? En onze buren, zullen die van ons zeggen, hé, je kunt wel merken dat het de bruid is van de Heer Jezus. En die verlangt naar de bruiloft van de wederkomst van Christus. Die leeft niet meer voor het hier en nu. Leeft niet meer voor zijn vakantie en zijn autootje op de Dam en zijn huisje. Maar die leeft voor het koninkrijk der hemelen wat uit de hemel zal neerdalen. Ja, dat kun je merken. Als je met hem praat, als je naar zijn levensloop kijkt en zijn levensgedrag kijkt, dan proef je gewoon, al zegt hij niks, dat hij een burger is van dat Jeruzalem wat hij uit de hemel verwacht. Of zal die buurman zeggen, ja... Nou, die buren van mij, ja, ze zijn prima mensen hoor. Ze hebben wat christelijke gewoontes en ze hebben tradities en ze gaan naar de kerk 2 keer. Dat is een beetje zwaar. Maar verder zijn ze net zoals wij. Ze hebben dezelfde belangen en dezelfde interesses. Om net zo te zijn als die mensen, hoef je eigenlijk helemaal niet naar de kerk te gaan. Want ze leven net zoals wij. Voel je dat je dan niet de lof van God verkondigt? Dat je dan niet die nieuwe wereld van God, die herschepping van God vertegenwoordigt. En als je dat dan naar persoonlijke toetrekt, hè? Wat is het slechtste wat je voor je buurman kunt doen? Denk aan die woorden van de Heer Jezus. Hij zegt, u sluit het koninkrijk der hemelen als u zelf niet in dat koninkrijk der hemelen binnengaat. Dus het beste wat je voor de wereld kunt doen, wat je voor je gezin kunt doen, is de Heere vrezen. De verborgen omgang met hem zoeken en beoefenen. De dingen zoeken die boven zijn. En dat daar je hart is. Dat is het allerbeste wat je voor je buurman kunt doen. Je net als Maria bent en je zit aan de voeten van de Heer Jezus en je drinkt die stromen van levend water in en je kunt maar niet genoeg krijgen van hem. Het lijkt een beetje passief. Het lijkt een beetje niet zo activistisch. En daarvan geldt nou juist, je bent het zout van de aarde. Dus niet iets doen en ondernemen, maar dat is zijn. Dat is iemand zijn, dat is een christen zijn, dat is in eenheid en gemeenschap met de Heer Jezus Christus leven. Zo ben je het zout van deze wereld. Stel je voor, jouw buurman sterft vannacht. Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven. Heb ik wel 1 woord tot zijn behoud gezegd? Stel je voor, je komt op de jongste dag. Stel je voor, jij bent behouden. En jij staat aan de rechterkant van de Heer Jezus. En jouw buurman staat aan de linkerkant van de Heer Jezus. Hij kijkt zijn ogen uit. Hij zegt, jij aan de rechterkant van Jezus? Jij wist dat dit gebeuren zou? En heb jij mij nooit gewaarschuwd? Heb je nooit 1 woord tot mijn behoud gezegd? Dat is toch onbestaanbaar? Je was het volk van God geformeerd om zijn lof, om zijn evangelie te verkondigen. Zijn evangelie van redding mee te delen. En je hebt stommetje gespeeld tegenover mij. Voel je? Dit volk heb ik mij geformeerd omdat ze mijn lof zouden verkondigen. Geroepen uit de duisternis om te verkondigen de deugden van degene die u uit die duisternis heeft geroepen. Je kunt niet altijd zwijgen. Al zegt het spreekwoord, spreken is zilver, en zwijgen is goud. Hè? Maar je moet wel spreken. Als je vader en moeder bent, je moet spreken. De woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En je zult ze uw kinderen inscherpen. Hoe doe je dat? Daarvan spreken. Als je in huis zit, als je op de weg gaat, als je neerligt, als je opstaat. Je hoeft niet hele redenvoeringen te houden, het kan een enkel woord zijn. Maar dat je niet kunt nalaten te spreken en te getuigen, al is het een beetje gebrekkig allemaal,
van de dingen die je gehoord en gezien hebt, die je in de Heer Jezus ziet, die zo werkelijk voor je zijn. Kun je daarvan zwijgen? Dan moet je spreken. Dan moet je getuigen. Ik moet het doorklinken. Kom, ga met ons en doe als wij. Tweede aandachtspunt. Beschamende tekst. He, geformeerd de lof van God te verkondigen. Schaamt u zich ook? Verootmoedig je voor het aangezicht van God. Dat je zo de naam van de Heere verzwijgt. Verloochent. En de andere kant op kijkt. En niet voor zijn naam en glorie uitkomt. Ons derde aandachtspunt was dat dit een bemoedigende tekst is. Hoe moet het nou? Als Israël geroepen is en uitgekozen is om de lof van God te verkondigen. En ze hebben het tegendeel gedaan. En ze zijn gestruikeld. Keer op keer. Wat doet de Heer dan? Dan dankt hij dat volk niet af. Maar dan laat hij er één uit dat volk geboren worden. Die dat hele volk vertegenwoordigt. En dat is de Jood Jezus. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Dat was Jezus. Hij is gekomen, niet om de wet terzijde te schuiven, dat huwelijksverbond terzijde te schuiven, maar dat huwelijksverbond tot zijn vervulling en zijn bestemming te brengen. Israël was de knecht van God, de bruid van God in het Oude Testament, ontrouw geweest, ontrouw op ontrouw. En Jezus vervult dat. En Jezus verzoent dat. En Jezus is de bruid. Van God, die de wet van God en dat huwelijksverbond tot zijn bestemming brengt. Weet je nog dat bij dat rechtsgeding tegen hem zijn vijanden, niets tegen hem konden inbrengen? Kijk, als vrienden in een rechtszaal tegen mij moeten getuigen, dan kan ik me voorstellen dat ze zwijgen. Maar als er nou tegenstanders zijn, vijanden zijn, mensen die je bloed wel kunnen drinken, die kunnen echt wel wat vinden. Maar toen Jezus voor dat goddeloze Sanhedrin kwam, hebben ze gepeinsd en gepiekerd en gedacht, wat kunnen we toch tegen hem bedenken? En er kwam iets heel kinderachtigs uit. Dat hij gezegd had dat hij de tempel in 3 dagen kon afbreken en weer opbouwen. Dat was het enige wat ze konden bedenken. Ze konden niets tegen hem in stelling brengen. Zo zuiver, zo puur, zo vervulling was hij van de bedoeling van God en de wegen van God en dat verbond van God. En wat betekent dat nou voor Israël? Betekent dat nou, de Heer Jezus heeft dat in plaats van Israël gedaan en nou is Israël dus uitgerangeerd en heeft geen betekenis meer in het plan van God in de wereldgeschiedenis? Nee, het is net andersom. Omdat Jezus dat plan van God tot zijn vervulling brengt, is er de basis om dat ook tot zijn vervulling te brengen voor het volk van Israël. De beloften aan de vaderen gedaan om die tot hun bestemming te brengen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Dat woordje formeren hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Dat woordje formeren is eigenlijk het formeren wat een pottenbakker doet. Die heeft zo'n pottenbakkerschijf en die heeft een bon klei en die zit daar te kneden en te boetseren en te knijpen en te drukken. En dat is wat God met zijn volk Israël doet. Doet wel eens pijn. Zou je dat niet kunnen zien? Al dat lijden wat over Israël gekomen is. Niet alleen voor de Messias, maar ook na de vervulling door de Messias. God was bezig om dat volk te kneden. En bereid te maken om zo de lichtdrager van hem in deze wereld te zijn.
En als we zo eens naar dat lijden van Israël kijken. Het antisemitisme, wat de kop opsteekt in de hele wereld. En dat volk van Israël wat onder vuur ligt. En wat nog in grotere benauwdheid zal komen als het nu is. God is bezig te formeren. Is die machtige, alwijze pottenbakker die precies weet wat hij doet om die pot van Israël in goede vorm te brengen. Dat ze de glorie van God zal uitstralen. En dat ze de glorie van God in het kruis van Jezus zal herkennen. En zal erkennen. Alle glorie van God, waar vind je die? Vind je toch alleen maar in de gekruisigde? Waar vind je de waarheid van God? In Christus, in het kruis. Waar vind je de trouw van God? Bij uitstek in de Heer Jezus Christus. Waar vind je de gerechtigheid van God? Die wordt in het evangelie van de gekruisigde geopenbaard. Waar vind je dat brandende hart van God? Waar vind je de oneindige liefde van God? Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon niet heeft gespaard. De heerlijkheid van God. De glorie van God. De deugden van God. Het God zijn van God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons onthuld. En wie Jezus ziet, ziet de glorie van God. Zie je dat? De heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Dat zullen zij zien. Dat zal hun bekering zijn. En wat betekent dat? Dominee Egels heeft hier vanmorgen gepreekt over Zacharia 12. En dan staat dat 10e vers. Ik zal over hen uitstorten de geest der genade en de geest der gebeden. En wat is het effect daarvan? Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En ze zullen bitter rouw klagen. Als over het sterven van een eerstgeboren zoon. Als u toch uw eerstgeboren zoon zou moeten verliezen. Dan heb je bittere rouw. En dat is het beeld wat Zacharia gebruikt om iets onder woorden te brengen van de bittere rouwklachten van Israël als zij zien wie zij doorstoken hebben. Hun eigen Messias. De Heer Jezus Christus. Waar zij naar uitgezien hadden, maar die zij gekruisigd hebben. Wiens bloed zij onrein hebben geacht. De Heer Jezus Christus, zoals Petrus zegt op de Pinksterdag, die gij gekruisigd hebt. Je zaligmaker, je Messias gekruisigd. Ze zullen bitter rouw klagen. Te vergelijken met de bitterheid van iemand die een geliefde moet missen. Dat is de manier waarop ze de heerlijkheid van de Heer Jezus, de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus zullen zien. En de manier waarop zij de toevlucht tot hem zullen nemen. En dan niet alleen ontdekken dat hij door hen is gekruisigd, maar ook dat hij voor hen is gestorven. Hij voor mij. Hij mij liefgehad. Zo'n gemene kruisiger van Jezus. En dan hij zich overgegeven, gewillig in liefde voor mij. Dat zal de Joden brengen tot erkenning. Van de Christus der schriften. En de schriften van het Oude Testament zullen voor hen opengaan. En 10 mannen uit de heidenen zullen de slip van een Joodse mantel grijpen en met hem meegaan en zeggen, wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. Wat betekent dat?
Het kan toch niet anders betekenen dan dat die Joden verkondigers worden van het evangelie. Dat die Joden, doordat zij Christus in het Oude Testament gaan ontdekken, dat Oude Testament in zijn diepte en zijn kracht gaan zien zoals nog nooit door iemand is gezien. Hè? Wij lezen die Bijbel. Dat is een boek van 2000 jaar oud, sommige delen 3000 jaar oud. En dat is een afstand in tijd en een afstand in cultuur en een afstand in taal en een afstand in gevoelen en zo. Hè, karakter, zeg maar, etniciteit. Maar deze mensen zijn Jood. En die ademen in dat Hebreeuwse Oude Testament en die verstaan die cultuur en die verstaan die taal en die verstaan die tijden. En daar komt de verlichting van de Heilige Geest bij. En ze zien het door de lens van de gekruisigde Heer Jezus. En zij doorzoeken de schriften die van Christus getuigen. En het deksel wordt van hun hart weggenomen. En ze zien met helderheid de Heer Jezus Christus op iedere bladzijde van het Oude Testament. Zij zullen predikers zijn. Ze zullen evangelisten zijn. Waar Augustinus een kaboutertje bij zal zijn. En Calvijn een lilliputter. En Kolbrugge, die wordt helemaal in de schaduw gesteld van die machtige Joodse predikers. Als zij het evangelie gaan uitstallen en gaan uitbazuinen. En wat betekent dat voor de kerk? Nou, als dat Joodse deel van dat lichaam van de Heer Jezus tot leven komt. Dacht u dat dat dan de rest van dat lichaam ongemoeid laat? Als hun verwerping, de verwerping door de Joden van het evangelie, als dat al de rijkdom is voor de niet-Joden? Zo ging het toch altijd? Paulus ging eerst naar de synagoge, en daar werd het evangelie verworpen, en dan naar de heidenen. Als de verwerping door Israël van het evangelie, als dat al de rijkdom is voor de heidenen. Wat gebeurt er dan als het bij de Joden komt? Wordt het dan bij de heidenen weggenomen? Nee, hoeveel te meer hun volheid. Dus dat zal tot zegen zijn voor de wereldwijde kerk. Het zal een opstanding zijn als uit de doden. Als het volk van Israël zich tot de zaligmaker wendt en tot geloof en bekering komt. Kun je je voorstellen dat Thomas Boston zei, verlangt u naar zekerheid? Verlangt u naar bloei van de gemeente? Verlangt u naar een opwekking? Bid om de bekering van de Joden. We zongen bij de aanvang van de dienst, Psalm 122, bid om met een algemene stem om de vrede voor Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Kent die geschiedenis misschien wel? Robert Murray McShane, hè? Die godvrezende Schotse jonge dominee, hij leefde maar 29 jaar. Wat heel intieme omgang met de Heer Jezus. Wat een zwakke gezondheid. Ze vroeg aan hem, wil je meegaan naar het land Israël op een zendingsreis? In de tijd dat je ziek bent. Hij zei, ja, dat wil ik graag. Dat is een goede besteding van mijn herstelperiode. En hij zegt, ik geloof dat het tot zegen zal zijn. Want Psalm 122 bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Wel moeten zij varen die Jeruzalem liefhebben, die Israël liefhebben. En weet je, na 5 maanden kwam hij terug. Zijn vriend William Burns, die had zijn diensten waargenomen. En weet je wat er gebeurde? Het was een opwekking. Mensen waren verslagen over hun zonden. Mensen in Dundee, die zagen wie zij doorstoken hadden. Ze voelden dat ze op die grote zaligheid en zaligmaker geen acht hadden geslagen. En die woorden van Zacharia 12, ze zullen zien wie zij doorstoken hebben, waren ook daar waar. En in de weg van bitter geween kwamen zij tot de vreugde en de verwondering over dat eeuwige evangelie. En McShane was niet eens jaloers dat de collega zoveel vrucht had in zijn eigen gemeente. Wel moeten zij varen die u beminnen.
Dat was toch Gods oorspronkelijke plan? In uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dan zal het naar een hoogtepunt gaan. Hè? De macht van de boze, de macht van de antichrist. Maar ook de glorie van de Heer Jezus Christus in deze geschiedenis. We hoeven niet bang te zijn dat de zaak van de Heer Jezus als een kaasvlammetje zal uitdoven. En dat de beste tijden voor de kerk voorbij zijn. En dat er geen verwachting is voor je kleinkinderen. En daar kun je wel eens bang voor zijn. Is er eigenlijk wel hoop voor mijn kinderen? Is er wel hoop voor mijn kleinkinderen? Nou, de Heer zegt niet dat het makkelijk zal zijn. De barensweeën gaan in de geschiedenis naar een hoogtepunt. Maar zijn koninkrijk is bezig te komen. En de voetstappen van de Heer Jezus Christus, die kunnen wij al horen. Heft uw hoofden op, omdat de verlossing van deze oude wereld, de komst van Christus, de wolken van de hemel, zijn komst die mijn heil volmaken zal, omdat die nabij is. Zie je daar naar uit? Om de zaligmaker te zien van oog tot oog. Om zijn lichamelijke heerlijkheid te ontdekken. En altijd bij hem te zijn in al je noden, angsten en pijnen. En om verlost te zijn van je oude mens. En dat zondagse kleed van de herschepping aan te krijgen. En hem nacht en dag te dienen in zijn tempel. Niet alleen naar je lichaam, je ziel, maar ook naar je lichaam, zoals ik vanmorgen zei. De Heer Jezus is niet een halve redder alleen van je zonde, maar is de hele redder, ook van je sterfelijke lichaam. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. Dat verlossingswerk van de Heer Jezus komt tot zijn voltooiing, wanneer de dood verslonden is tot overwinning. En het leven en de onverderfelijkheid in de Heer Jezus Christus is aangebracht. En als je dat dan persoonlijk maakt, hè? Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Het lijden vandaag is de keerzijde van de glorie die hij nu heeft. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond in de hemelse heerlijkheid. En wij zijn op aarde. Wij worden verworpen, omdat hij de uitgekozene van God is. Maar dan is dat gehaat worden in deze wereld en dat lijden met hem, dat is tegelijkertijd een garantie dat je bij hem hoort. Is tegelijkertijd de manier waarop je de eenheid en de gemeenschap met de Heer Jezus Christus beoefent. En daarom is er ook roemen te midden van de verdrukkingen. En ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot de God des levens heffen. Dan kunnen de slechtste tijden in je leven wel eens de beste tijden zijn, nietwaar? Als je in die grenssituaties van je leven alle hoop op jezelf en je omstandigheden moet laten varen. En je helemaal teruggeworpen wordt op hem alleen. En je mag ontdekken, het is een barmhartige en meelijdende hoge priester. En hij fluistert je toe, al ga je ook door een dal van de schaduw van de dood. Ik zal met je zijn. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Nog een korte tijd. Ik ben bezig te komen en je heil te volmaken. God, alles in allen. Zoekt deze God, deze zaligmaker, deze zaligheid, terwijl hij te vinden is in dit evangelie. Je hoeft niet een hele lange reis te maken naar Jeruzalem. Je hoeft niet in de hemel op te stijgen, je hoeft niet in de hel af te dalen, maar nabij u is het evangelie, de zaligheid, de zaligmaker. Net zo dichtbij als zijn woord, als zijn spreken. En zo jij zijn stem dan heden hoort,
gelooft zijn heil. Een troostrijk woord. En verhard je nu niet, maar laat je zaligen. Amen.